Als een slavin geboren is een boek geschreven door Marian Hoefnagel en wordt uitgegeven door de uitgever Eenvoudig Communiceren. Eenvoudig Communiceren heeft het motto: lezen is voor iedereen. Zij willen graag mensen die moeite hebben met lezen of lezen helemaal niet leuk vinden, toch aan het lezen krijgen. En Marian Hoefnagel onderschrijft als schrijfster dit motto. Dit kan je ook terugzien in haar boeken. Zij schrijft voor een publiek van leerlingen die eigenlijk helemaal niet van lezen houden. En ze wil deze leerlingen heel graag aan het lezen krijgen. Omdat, zoals zij zelf zegt, lezen de kennis van de wereld vergroot, maar ook de kennis van het Nederlands vergroot. Als je kijkt naar boeken van Marian Hoefnagel, zijn er een aantal dingen die opvallen. Ten eerste de bladspiegel. Het zijn boeken met een voor moeilijk lezende leerlingen prettige bladspiegel. Weinig tekst op een bladzijde en veel wit om de tekst heen. Ook zijn het boeken die geschreven zijn in korte hoofdstukken. Een hoofdstuk is maximaal 2 à 3 bladzijden. Voor een leerling ideaal om een succeservaring op te doen als ze dit nog weinig hebben gedaan, het lezen van boeken. Een leerling kan heel snel een hoofdstuk uitkrijgen. En wat is nou leuker als je nog weinig hebt gelezen om je eerste hoofdstuk alvast uitgelezen te hebben? Dat moedigt toch aan om verder te gaan. De verhaallijnen in de boeken van Marian Hoefnagel zijn eenvoudig, met weinig hoofdpersonen, waardoor de leerling de lijn ook makkelijk kan blijven vasthouden, wat aanmoedigt om verder te gaan met lezen. De boeken zijn geschikt voor leerlingen van het VMBO en praktijkonderwijs, maar kunnen ook heel goed gebruikt worden voor volwassenen in het NT2-onderwijs. Het genre van het boek, Als een slavin geboren, is eigenlijk als eerste ontspannend. Een leerling die nog weinig leest, die ook moeite heeft met lezen, zou met dit boek op een ontspannende manier kunnen lezen. Doordat het boek gaat over de periode in de slaventijd en ook beschrijft wat de hoofdpersonen meemaken, heeft het boek ook een emotatieve functie. Het boek roept gevoelens van verdriet, maar ook van boosheid kan het oproepen. Het is ook historisch informatief. Het vertelt over de slaventijd en zo kan de kennis over die periode, maar ook over hoe de slaven vanuit Afrika naar Amerika werden gebracht, vergroot worden. Wij hebben voor dit boek gekozen omdat wij in de praktijk veel geconfronteerd worden met leerlingen die moeite hebben met lezen. En wij wilden graag meer boeken in ons eigen repertoire hebben die wij leerlingen kunnen aanraden. En dit boek is er zeker eentje van. Wat er hiervoor al verteld is, de kleine bladspiegel, de korte hoofdstukken, de makkelijke verhaallijn, gaat de leerling een succeservaring opdoen. En we hopen dat als de leerling zijn eerste boek goed heeft kunnen doorworstelen, misschien zelfs nog wel, maar dan toch het heeft gedaan, ook enthousiast wordt om verder te gaan met lezen. Het boek is, de hoofdpersonen in het boek zijn 14-jarigen. En dat is eigenlijk de leeftijd ook van onze eigen leerlingen. En we weten en merken ook vaak dat leerlingen enthousiast worden als ze kunnen lezen over hoofdpersonen waarin ze zich kunnen herkennen. En een leeftijdsovereenkomst helpt daar zeker bij. Wij vinden het boek Als een slavin geboren echt een aanrader voor onze leerlingen. Laat met een stok tegen een van de palen van het hutje. Wakker worden, slaapkop, roept ze.
De haan heeft al lang gekraaid. Vanuit het hutje klinkt gemopper. Kisha moet in zichzelf lachen. De huisslaven zijn precies zoals Kwasi. Ze willen nooit opstaan. Kom op, zegt ze nog een keer. Ik zie dat ze dicht bij Earl aankomt. Het is niet waar, maar het helpt meteen. De vier huisslaven staan binnen een paar seconden buiten. Zo, zegt Kisha, en nu weer aan het werk. Ga het bad voor meneer klaarmaken en leg de schone kleren klaar. Vergeet niet op zijn schoenen te poetsen en snijd een paar mooie bloemen af voor mevrouw. De jongens doen meteen wat mama Kisha zegt. Mama Kisha is hun baas. En als ze nooit met de zweep slaan, zijn ze toch bang voor haar. Kisha had gehoopt dat haar beide kinderen huisslaven mochten worden. Als slaaf geboren is een superleuk, realistisch en interessant boek. Toen ik het las, had ik een beetje het idee alsof ik er zelf bij was. Dus ja, dat leest wel een stuk makkelijker. Als ze op haar matje gaat liggen, hoort ze meneer praten met de opzichter. Ze zitten samen in de werkkamer van meneer. Meestal heeft meneer de deur dicht, maar dit keer niet. De opzichter vertelt dat de slaven onrustig waren. Ze praten veel met elkaar. Meneer, zegt de opzichter, dat moet je dan verbieden, vindt meneer, met de zweep. Ik heb gehoord dat op verschillende plantages veel slaven zijn weggelopen, het bos in. Ja, meneer, antwoordt de opzichter, dat heb ik ook gehoord. Maar ze kunnen niet overleven in het bos. Daar zitten veel te veel gevaarlijke dieren. En ze lopen op blote voeten. Ik denk dat de weglopers wel snel weer terug zullen komen. Anders sturen we er soldaten op af, zegt meneer. We kunnen het natuurlijk niet accepteren dat ze zomaar slaven weglopen. Ah, dat is wel een makkelijk boek hoor. Mooie grote letters. Dit is wel goed te begrijpen. Het is even stil. Dan zegt de opzichter, ik weet wie de slaven vertelt dat ze moeten weglopen. Het is Gamba. Zijn vrouw is kort geleden overleden, toen ze een kind kreeg. Gamba vindt het mijn schuld, omdat ik haar veel heb geslagen. Daar is het kind te vroeg geboren, zegt hij. Heb je een zwangere vrouw geslagen? Vraagt meneer verbaasd. Nee, meneer, natuurlijk niet, zegt de opzichter gauw. Ik heb altijd heel voorzichtig met zwangere vrouwen. Dat hoop ik maar, zegt meneer, want dit kan ik niet hebben. Een slavin doodt een baby en een slaaf die andere slaaf oproept om weg te lopen. Jij moet voor rust op de plantage zorgen, man. Daar betaal ik je voor. Ja, meneer. Natuurlijk, meneer. Of stottert de opzichter. Ik moet toch maar eens Kwasi vragen of het allemaal waar is, denkt Maisa. Dan valt ze in slaap. Wat vond je van het boek, Jackie? Makkelijk. Ik heb zelf dyslexie, dus het is wel lastig soms. Maar dit is goed te doen.